De regering is in goed overleg met het IMF en de schuldeisers. Minister Armand Gijbersing van Financiën en Planning verwacht dat op korte termijn overeenstemming met beide partijen bereikt zal worden. Na deze overeenstemming zullen de onderhandelingen met de schuldeisers over de herstructurering van start gaan. Minister Gijbersing gaf aan dat het idee om de olievoorraden als onderpand te gebruiken goed overwogen moet worden. Het is een idee, maar zolang er geen final investment decision is van de oliemaatschappijen, kan je weinig ermee doen. Omdat je moet die olievoorraden kunnen waarderen. En daar heb je veel meer informatie voor nodig dan wat we tot nu toe hebben. Dus we zijn daar nog lang niet, dat moet ik zo zeggen. Laatste vraag. De IMF eist van de regering dat de regering met een schuldenbetaalplan moet komen, alvorens in aanmerking kunnen komen voor die lening, als ik het zo mag noemen. Heeft u ook notitie hiervan genomen en wat zegt u? Nou, het is niet zo'n eis zoals u het stelt. Het is wel een van de zaken die we meenemen in de berekeningen die we voeren samen met het IMF. Wat is onze schuldpositie? Wat kan Suriname betalen? Wat kan Suriname niet betalen? En daarom zijn die twee aspecten met elkaar verbonden, IMF en de gesprekken met de schuldeisers, om gezamenlijk te zien wat het beste is voor Suriname in het programma van IMF en in de onderhandelingen met de schuldeisers. Minister Armand Gijbersing van Financiën en Planning. Hij sprak vanmorgen journalisten toe voor de raadsvergadering.